Sommige mensen hebben een staanberoep. Ze moeten veel staan. Sommige mensen hebben slecht functionerende aderen. De kleppen in de aderen kunnen door verschillende oorzaken slecht gaan functioneren, waardoor de bloedsomloop verslechtert. Het gevolg: ophoping van weefselvocht. Enkele oorzaken van dikke benen zijn weinig bewegen, erfelijkheid, overgewicht, medicijngebruik, stress, alcoholgebruik. Tijdens de zwangerschap kunnen om verschillende redenen spataderen ontstaan. De veranderde hormoonspiegels kunnen tijdens de zwangerschap de vaatwanden slapper maken. Door de groeiende baarmoeder kan de terugstroom van bloed uit de benen naar het hart minder goed plaatsvinden. Er ontstaat een soort stuwing in de benen. Massages zorgen voor vermindering van de hoeveelheid vocht in de benen en zorgen ook voor ontgiftiging. Een goede doorbloeding is essentieel voor het lichaam. Het bloed voorziet de organen en ledematen van voedingsstoffen en zuurstof en voert afvalstoffen af. Bovendien zorgt de bloedcirculatie ervoor dat de temperatuur van het lichaam op peil blijft. Vermoeide benen, dikke enkels, voeten en kuiten betekent dat de doorbloeding niet optimaal is. Bij warm weer kan het voorkomen dat de doorbloeding trager verloopt dan normaal. Hierdoor wordt vocht vastgehouden. Dikke enkels en dikke voeten zijn het gevolg. Wisselbaden kunnen met warm en koud water helpen. Oefeningen, juiste voeding, veel bewegen, regelmatige massages voor doorbloeding. 1,5 liter sopropothee per dag. Heb je vocht in de benen zitten, dan kun je deze ook verwijderen door het volgende te doen. Je doet 1 eetlepel kristalsoda in een hoge emmer, gevuld met 5 liter heet water. Heet water aanvoelen wat je aan kunt. Niet zo heet dat je jezelf verbrandt en de brandweer moet bellen. Want dan hebben we een nieuw probleem. Je doet je voeten in deze emmer met heet water en 1 eetlepel kristal soda ongeveer 25 minuten. Het water moet tot je knieën zijn. Deze sodabehandeling doe je 1 keer per 3 dagen. Vanzelfsprekend doe je deze behandelingen sessie totdat de benen weer normaal zijn. Daarna haal je je voeten eruit. Je was jouw benen af met zuiver warm water onder de douche. Vervolgens dep je jouw benen en voeten droog met een schone baddoek. Je doet in een schaal amandelolie. Je voegt toe 20 tot 25 druppels etherische citroenolie. Mix alles. Dan masseer je jouw voeten en benen met deze oliën 15 minuten per dag. Deze massage kun je elke dag na het douchen doen. Eén dag gebruik je pure hete kokosolie, de andere dag gebruik je amandelolie, zo wissel je om de ene dag van olie. Je kunt deze behandeling in de zomer en in de winter doen, wanneer je weer zware vermoeide benen krijgt. Of als je gewoon vitale, sterke, gezonde, mooie benen wil, voor een goede doorbloeding. De massagebehandeling kun je herhalen voordat je gaat lopen, sporten of werken en erna. De sopropothee trekt vocht uit jouw benen, dijen en armen weg. De sopropothee zorgt voor een goede doorbloeding en is rijk aan ijzer en zink. De sopropo is in theevorm zeer effectief tegen het vocht. Jouw buikgordel wordt plat, geen opgeblazen gevoel meer. Als je mooie benen wil, dan moet je wel opletten op het volgende. Koffie, geneesmiddelen, roken, melk, yoghurt, kaas, melk- en zuivelproducten, light producten met verzadigde vetten, zoals krusli, muesli, cola light, etc. Zout, suiker,
frisdranken en vruchtendranken van de supermarkt, koekjes, snoep en stress. Abonneer mijn YouTube kanalen voor mijn nieuwe video's. 100 Beauty Tips, Basic Kitchen, The Personal Life. Dankjewel voor jouw aandacht en tot ziens. Mario.